dames en heren, hartelijk welkom, lieve, lieve mensen. Wauw, klink ik enthousiast of niet? Ja, zeker. We zijn in aflevering 7 en vorige keer zaten we in een benauwde situatie. En jullie zijn natuurlijk ontzettend benieuwd, wat gaat er nu gebeuren? Ik denk dat Gardo doodgaat. Ik denk dat weer juist Vincent doodgaat. Ik denk toch dat Gardo weer de benen neemt. Nee, Vincent. Nou, laten we het zien. We gaan eens teamworken. 3, 2, 5, 10, 8, nu! Oké. En oh, hij valt me bijna, maar ik heb hem geowned en ik schiet hem door zijn hoofd. Oh, mijn baan, mijn baan. En ik help je, kap je. Oh, nee, maar komt hier ook nog een? Helpt het? Lukt het? Ja, ik sla hem gewoon dood. Ja. Hoeveel komen er nog? Warning. Ja. Lockdown. Oké, we moeten dat hek om door die deur heen te gaan. Ik ga het opzoeken. Beneden, is het beneden? Kom, beneden. Beneden? Nee, shit. Beneden is het niet. Ik dacht dat beneden was. Ja, hier. Oké, dan moet ik die doen. Ik weet niet welke kant. Oh, je moet ze aan elkaar laten binden. Kijk. Oké, doe jij die? Ja, ja, is goed. Zo? Hé. Hey. Eentje, zo? Warning. Contamination detected. Quarantine. Ja. Ja. Ja? Yes. Nice. Please report this event to your superior officer. High five. Ja. Hoppakee. High five. We moeten daar verder, geloof ik. Ja. Ik wil uit deze kamer. Ik heb het een beetje gehad. Zo. Dan snel eruit. En we zitten in de lift. Oh, kijk. De bot waiting at the bench. Hij wacht op ons. Onze turtle. Oké. Wauw, is lief. Oh. Zo. En het lijkt alsof we buiten zitten, maar het is deze ventilator die zo afgrijzelijke wind vertoont. En als het goed is, hebben wij bij de bench hebben wij onze vriend robot. Ik mis hem wel. Is dit de bench? Hier is een bench, toch? Of niet? Nee, dit is geen bench. Ik heb wel wat anders gevonden, een tekstlog. Ik hou van tekstloggers. He outwired the power from environmental, alright. Any workarounds from your end? Nope. The only way that crap's coming down is by pulling apart the power generator somehow. It's spinning too fast. I can't see what's going on. Can you slow it down? Hello. I'll give it a shot. Nee, we zijn net erin. Nee, dat lukt niet. Hier moeten we zijn. Ja, maar BMB moeten weer terug naar die. Moeten weer terug. Oh, een lift. Komt er maar. Daar waren we net, hè? Ja, we moeten hierheen. Maar beneden moeten we. Kunnen we kiezen een lift? Nee, gaat gewoon naar beneden. Oké, ben benieuwd. We gaan weer. Ja, het was even up, kort. Down. Up, down. Down. Up, down. Oh, weer dit. Oh, we moeten hier naar boven. Ik hou niet van deze kamer. Gardo? Slechte ervaring. Echt een beetje rot ervaring, ja. Licht bijschijnen. Ja, hier zo. We gaan weer terug. Vertrouw het niet. Oh, die kant. Ik vergeet. Oh, gaat u maar. Ja. Zo, dat is. Met de klauteren. Zo. Misschien nu hierin? Oh ja, even proberen. Nee, ook niet. Ik ook niet. Maar ja, laat die bars maar zitten. Die kamer heeft onze hulp nodig in plaats van wij hun hulp. Zo is het gewoon. We moeten hier naar beneden weer. Oké, okay. Het is een beetje stil. We hebben natuurlijk net een mega gevecht gehad. We geven ons gewoon een beetje rust, de makers. Hè? Ja. Bart and need more space. Je hebt ook altijd ruimte nodig, jij? Je bent helemaal niet dik of zo. Ja, je bent helemaal niet dik. Vreemd. Nee, dat, ja. Heel vreemd. Ik denk het spel zo. Ja, de bench. Oh, hier is die weer. Ik ga even kijken stiekem, want ik heb even allemaal nodig misschien. Even kijken, we hebben een nieuw circuit found. 1 reload plus 1 clip. En de bot heeft been returned. Hij heeft. Oh, hij heeft dingen gevonden. Dat is het dus. Ja. Hij vindt researches. Oké, wat gaaf. Heavy standaard frame.
back? Nee, deze niet. Terug. Deze moeten we en dan moeten we... Maar deze heeft 3 en die andere heeft 5. Deze is dan beter, denk ik. Oh, dus ik heb mijn sterkste wapen heb ik niet goed geüpgraded. Helaas. Zo. Cool, ik heb iets toegevoegd. Mooi. Oké, okay, mijn wapen is geüpgraded. Oh, ik moest even voor ammo kijken, hè? Oh, hij gaat het maken, dat wapen. Zo, back. En dan de craft items, noemen we de ammo clip. En... ammo, ik doe maar lekker veel ammo. Zo, huppakee. Ik heb alles, jij ook? Ja hoor. Heb je ammo nodig of niet? Nee hoor. Oké, okay, ik heb ammo. Loop maar naar boven. Als je ammo nodig hebt, dan zeg je maar, dan geef ik je. Ik heb namelijk nog genoeg plek. Oké. Okay. Daar, kunnen we daar niet heen dan? Nee, daar kunnen we nog steeds niet heen. Oké, okay, dan moeten we hierheen. Ja. Even kijken, heb ik genoeg items? Ja. Ik geef ze allemaal jou, anders moet ik ze droppen. Kom af. Zo. Ik heb genoeg... zo, ik heb genoeg spullen. Holy shit. Ja, daar moeten we doorheen. En dan links. En dan... naar boven. We gaan weer naar boven. We gaan weer helemaal terug met de cargo lift. Ben je er klaar voor? Ja. Yep. Gaat u maar. Ik denk dat die vent met ons een beetje loopt te sollen. Denk je niet? De solman. Het is gewoon een solman is het. Oh! Wat deed je dat? Nee. Huh? Hij ontplofde ineens. Geen zwaartekracht. Ja, dat is vreemd. Waar moeten we heen? Oh, hier doorheen denk ik. Ja. Gaat u maar. Gaat u maar. Oh, gaat u maar. Handig hè, die B. Ik zie precies waar naartoe moet. Ik zat al eerst ook toen ik het spel voor het eerst speelde, dacht ik echt zo van... waar is die B nou voor? Waar slaat dat op? Heb je de vorige deel al gespeeld? Nee. Oh. Ik heb alleen 3. Zonde. Ja, in 2, dat is gaaf. Maar dat is wel heel handig dat ze het uitleggen in deel 3. Maar als je de vorige delen hebt gespeeld, dan komt het allemaal zo bekend voor. Dat is hartstikke leuk om te zien. Ook met dat status en zo. Maar 2 raad ik ook aan. Dat is een heel leuk spel. Ja, ik ga sowieso nog 1 1 sowieso. Deel 1 kon je ook krijgen bij de Humble Bundle. Dat heb ik. Oh, dat is super. Graphics zien er ook mooi uit hoor, van 1. 2007, oud spelletje, maar heel mooi. Mooie graphics. Welk jaartal is deze, dit spel dan? 2012, 13 of zo. Gewoon net nieuw deze. Dat is een vrij frisse game deze. Ja, ik heb ook wel zin in de graphics. Zeker. Oh, we moeten samenwerken. Wat? Of niet? Ik had hier op geklikt. Ik weet het ook niet. Moet je iets doen? Ja, oh. Oh, we gaan weer met de trein. Ik denk dat wij dan naar F-station gaan. Denk je niet? Wow. Nou, dat zien we nu. Oh, wauw. Kijk dan. Halleluja. Mooi, hè? Dit is wel een sterke metro. Ja, inderdaad. Gast, dat breekt niet eens. Nee. Word je moe van zo lang in een ruimte zitten? Ruimtegekte. Ruimte, ik space hem helemaal. Maintains wing. Moet ik niks meer zien? Oké, we zijn nu op een nieuw gebied. Progress saving. Nu zijn we bij... Aft station, dat is het laatste. Aft. Aft. Ja. En ik denk dat wij dan bij een volgende chapter zijn aangekomen, denk ik. Oh shit. Hoor je dat geluid? Voor mij komt er... Oh! Oh, niet die. Oh shit. Als de poot eronder uit. Kijk, kom. Kijk. Rennen.
Lift! Zoals. Oh. Die rolmomenten, joh. Ze flikken het elke keer in die game. God. Why you do this? Why you do this? Oh shit, wacht even. Dit is niet. Ja, ik leg het schildpadje in, ja? Mag we gaan zoeken. Ja, right. Let me look around. If I can build a relay, I can plant it on the hull. Oh shit. Groot, hè? Zeker groot. Is het een ruimteschip of zo? Lift. Wat? Cargo lift. Oké, komt u maar. Ik vrees als wij op de knopje drukken dat er gaat gebeuren. Ik heb gewoon, het is gewoon grote ruimte. Ik heb gevoeld dat dit niet pluis is. Nee, dat. Maar we hebben ons overal doorheen geslagen, dus het zou op zich niet, niet erg zijn. Oh! Yo. Wauw. Ik hoor wat en ik wil niet eens omkijken, ik ga naar boven. Okay. Ik heb een van de drie remoted pieces. Yes. Oké, ik ben naar boven. Ik ben veilig. En jij? Soort van nu. Ik hoor echt hele smerige, enge, vieze zombie geluiden. Ik kom je helpen. Oké. Waar ben je? Ik ben boven. Ik kom volg je. Waar komen die geluiden vandaan? Ja, dat vraag ik me dus nu ook af. En waarom zitten we rondjes te lopen? Oh, we moeten hier naar boven. Zelfs even kijken waar we meteen moesten. Oh, kom. Echt, dat waren hele enge geluiden. Maar we hebben één van de drie remotes. Okay. Of twee te gaan. Oeh, daar komt het vandaan. Oeh, 2-1. Doe goed. Oeh. Kill it before it kills us. Ik haal de lift. Kom, oh, kijk uit. Oké. Kom, op de lift. Kom snel. Ik ben er. Oh, ja, oké. Je kan twee keer locaties kiezen. Ik doe nou eventjes naar hier. Kan je hier niet wat pakken? F? Jij moet waarschijnlijk hierin. Ja? Oh nee. Wat is hier? Kan ik hier wat vinden? Nee. Oh. Ah, wacht even. Oké, die moeten we nog pakken. Nu moet ik hier. En dan moet je hem naar. Laat mij maar. Hoi. Zo. Kijk, ik ben techneut, hè, techneut. Gespecialiseerd in de technologie. Oh! What the fuck, joh, wie gilt daar zo? Ben jij dat, Big Bear? Ja, sorry. Oh, aan de overkant zitten ze. Kijk, ze kunnen ons niet pakken. Oh shit, hij klimt naar boven. Oh, hij valt naar beneden. En hij klimt weer omhoog. Hè? Terug. Wauw, hij klom omhoog. En hij viel weer. Awesome. We moeten hier even kijken. Oh, een bench. Oké, ik moet even wat eruit gooien. Oké, oh shit. Oké, volgens mij ligt hier iets, maar ik kan het niet meer oppakken. Ik zal het pakken. Hier ligt een support, zestus, hier. Ja, daar, hier zo. Nee, ik kan niet oppakken. Wacht. Je moet je oppakken, volgens mij. Nee. Onze draad zegt dat hij. Maar hier staat. Iets met status support. Ik moet naar de bench. Ik weet ook niet waarom. Ik moet naar de bench. Remote circuit 1 van de 1. Remote control. Oké. Okay. Moet ik iets maken? Oh, sorry. Oh, niet doen. IB. Ik heb iets met. Ja, je hebt iets met escape, ik weet het niet. Ja, kijk, ik heb hier een status support of zo. Ik ook. Maar dat kan je gewoon op je wapen doen. Dat is niet iets wat we moeten gebruiken volgens mij. Nee. Nou, ik heb in ieder geval wel op mijn wapen, doe ik hem nu.
Oké, mijn zit op remote board. Onder. Remote circuit board. Oké. Ik hoor iets heel engs nu. Oh shit. Dit was wel goed dat we deden. Toch gaat hij winnen, die benchmark. Wacht even. F. Oh! Oké, hier zijn weer monsters, hè? Oké, hier naar beneden. Kom maar. Ja. Oh, doei! Ik ga naar beneden kijken. On my own. En ik gebruik even een ander wapen. Deze is fijn, hè? En hier zien we nog een item. Yeah, remote, part found. 2 van de 3. Kunnen we hier nog wat vinden? Je bent beneden? Ja, ik heb de remote gepakt. Ik kom nou weer omhoog klimmen. Ah. Als ik naar boven kan, want hij wil die trap niet op. Oh, weer van deze kant. Oh, dat deed hij eerst niet. Anders kom maar, ik heb hier de lift. Oh shit. Naar boven, naar boven! Ik heb nog een part gevonden. Ja, ik heb ze allemaal nu. En ze komen hier op me afgerend en oh shit, en oh snapje toe. Ben je beneden? Oh ja, er komen 3 op me afgerend. Had je boven gebleven, dan had je hem kunnen helpen. Ik ben boven. Hè, waar dan? Ik ben boven, boven. Oh, kan je nog verder? Oh, 2 verdiepingen? Oh, wauw. Ik kom wel naar boven. Wow, ik heb alle 3 de parts. Dat is goed nieuws. Oh, mooi. Ze lagen allemaal hier. Beter. Beter, beter, beter. Sowieso. Beter. Beter. Is gewoon beter. Dat je gewoon je partje hebt. Want dan kun je gewoon wat leuks doen. Hoi. Hallo. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Kijk eens even. Ik heb ik moet verder de beach toe. Ik heb namelijk 3 van die parts. Ja, dat kan niet. Hoe vind je dat? Ik denk dat ik wel moet craften. Hier, kraft. Hij gaat wat maken van die 3 parts. En dan moeten we in die vliegtuig stoppen waarschijnlijk. Ik denk een blueprint. Nee, niet. Nee, je moet waarschijnlijk in dit vliegtuig, dat luik wat we hebben geopend. Ja, maar ik moet wel te craften met dat ding wat ik heb. Let me try something on my weapon. Just a moment. Mij geeft hij iets met over 3 meter aan. Ja, bench. Objects. Ja, oké, ik moet. Oh, je kan wat dingen in je safe doen, hé. Kijk, als ik hem kan upgraden. Cool. Ik heb wat dingen in mijn inventory gedaan. Ik denk dat... Ja, objective remote. Install remote relay. Oké. Okay. Ja, ik heb het ding gemaakt, blijkbaar. Ja, dan kunnen we terug. Oké. Nu gaan we naar het midden. Oké, wacht. Zo. Ik kom eraan. Oh! Ach, oh, sorry. Kijk, ik zal hem zo installeren. Insert remote. Hey, that worked. I can see the zo, ja, window. Goed zo. Okay, hang on. I'm gonna try and kom maar. Yep. We moeten er toch in. Oké. Okay. Gaan we weer? No, it's out of fuel. Oh, wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, I'm sending you the coordinates. Okay. I'll head up and refuel the shuttle. We can try restarting it after that. Oké, we moeten fuel krijgen voor deze, we moeten benzine krijgen voor dit ruimteschip. Zodat wij kunnen verlaten en dan hebben we het spel uitgespeeld. Ik heb trouwens nog geen bazen gezien, dus ik ben benieuwd wat de bazen zijn in deze game. Want de bazen in Dead Space zijn altijd formidabel. Dat wil ik zeggen dat de bazen altijd super cool zijn om te zien en te spelen. Wel altijd vrij pittig. Maar ik heb een hele grote vriend. En we moeten trouwens weer terug. Ja. Activate, ja. Zo, we moeten die kant op. Ik zag inderdaad een paar deuren die waren gelokt. Maar nu niet meer, denk ik. Moeten we de lift nemen? Kom maar. Ik wil dus keer niet alleen laten. Nee, ik zal blijven. Hou mijn hand vast. Goed. Wauw. Make no sense. In de rest? Zo. Zo, daar gaan we. Oh, wat deed je nou? Ik hoorde echt iets van stompen. Ik schoot. Oké, nice. Oké, we moeten naar beneden. We gaan nou voor de fuel.
Oké. Okay. Oh shit, ik hoor monsters. Geen over op dit keer. Voel me wat veilig. Hallo? Ik vertrouw het niet. Al die geluiden. Oh, wow, 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 wow. Ziek die gast, hè? Oh, nog één. Komt ie. Oh. Ja, hij zet de bench. Achter je, achter je, achter je. Hoppakee. Hoppakee. That's who talking. Ja. Oh, we moeten terug. Wacht even. Naar links. Oké. Okay. Cargo, doe jij een knopje? Ja, ik zal het drukken. Oh, je bent... Oh. Ah. Ik ben echt een lifter vandaag. Ik kan hem wel even... Oh, ik ga weer terug. Wauw. Hey, je staat maximaal 500 kilo. Weet je het zeker? Sorry. Ja, nee, ja, ik weet niet. Met jou erbij? Dat armor suit? Ja, dat... Nee. Hey, Gardo. Ja. Vond jij het een leuk video? Ja, ik zou hem ook gewoon een duimpje geven. En vergeet dan ook niet te abonneren. Ja, dat zou heel handig zijn. Daarom. Dames en heren, tot de volgende part van Dead Space. Doei, doei! Doei!